is a lamp unto my feet and a light unto my path. De komende pakweg anderhalve week gaan we bezig met de tweede helft van het boek 1 Koningen. 1 Koningen 12 tot 22. Deze hoofdstukken gaan over hoe het verder gaat met Israël en Juda na de dood van koning Salomo. En de eenheid die er was tussen Juda en Israël, die David had bereikt en die Salomo heeft gehandhaafd, die houdt geen stand. Het rijk valt uiteen. De twaalf stammen vallen uiteen in de 10 stammen in het noorden, Israël, en de 2 stammen in het zuiden, Juda en Benjamin. In het noorden wordt de hoofdstad Sichem, ook een stad die we al kennen uit de verhalen van Abraham. In het zuiden wordt de hoofdstad, of blijft de hoofdstad, Jeruzalem. Want Rehabeam, de zoon van Salomo, lukt het niet om de heerschappij over dat hele rijk te verwerven. Dus Rehabeam, de zoon van Salomo, wordt koning in Jeruzalem. En dat zal ook zo blijven, ook in het boek 2 Koningen. De nakomelingen van David zullen steeds zitten op de troon in Jeruzalem. Maar in het noorden, de 10 stammen, stellen een andere koning aan in Sichem. En dat wordt koning Jerobeam, oftewel koning Jerobeam de eerste. Later komt er nog een koning met die naam. Dat is geen nakomeling van Salomo, van David. En je ziet dan ook dat die dynastie geen stand houdt. Iedere keer wordt daar weer een staatsgreep gepleegd, komt er weer een ander koningshuis, een andere familie aan de macht. Dat is geen bestendig koningshuis. Om die afscheiding tussen het zuiden en het noorden goed door te zetten, gaat die koning Jerobeam van het noordelijke rijk, die doet iets slims. Hij bouwt 2 nieuwe heiligdommen. Eentje in Dan, helemaal in het noorden van het rijk, en eentje in Bethel, in het zuiden van het noordrijk. Dan hoeven namelijk de mensen uit de noordelijke rijken niet meer naar Jeruzalem om daar God te aanbidden, maar kunnen ze hem ook aanbidden in Dan en Bethel. Jerobeam laat daarvoor 2 gouden stierkalveren maken. En dan weet je als Bijbellezer eigenlijk genoeg. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Israël moet niet terug naar de aanbidding van afgodsbeelden, naar de aanbidding van kalveren. Israël moet blijven bij de God van Israël en hem aanbidden in Jeruzalem. Dus het kan niet goed aflopen met het Noordrijk. Je voelt het eigenlijk nu al aankomen. En omdat Jerobeam dit heeft gedaan, wordt dat ook zijn ondergang. Het Noordrijk gaat ondertussen wel verder. En er komen nieuwe koningen, onder andere koning Achab. Dat wordt een van de allerbelangrijkste koningen van het Noordrijk. Hij verhuist de hoofdstad van die oude plaats Sichem naar een nieuwe plaats, Samaria. En Samaria, de hoofdstad, die blijft eigenlijk in heel de Bijbel tot diep in het Nieuwe Testament een belangrijke stad, een belangrijke plaats. Achab trouwt een buitenlandse vrouw, Izebel, een buitenlandse prinses. En Izebel, je hoort het al een beetje, daar zit de naam Baal in. Daardoor komt de Baal-cultus terug in Israël. En dat kan ook niet goed zijn. Dat klopt, daarom stuurt God zijn profeet. Dat is Elia. Elia wordt de grote tegenspeler van Achab. En je zult zien in de laatste hoofdstukken van 1 Koningen is Elia steeds de hoofdpersoon. En zijn verhalen ontzettend belangrijk. Er komt ook een grote strijd met Aram. Aram is een machtig rijk in die tijd, met Damascus als hoofdstad en Baal als huisgod. En je ziet dat Achab voortdurend bezig is om aan de ene kant de koning van Aram een plezier te doen, door ook zelf de Baalscultus in te stellen. En aan de andere kant om hem wel buiten zijn eigen grenzen te houden. Maar de nadruk valt, zoals gezegd, op Elia. Elia gaat dan de strijd aan met deze Baalspriesters en houdt het volk voor dat ze moeten kiezen voor de God van Israël, voor Yahweh en niet voor Baal. Dat kun je lezen in 1 Koningen 18, dat indrukwekkende verhaal met het vuur uit de hemel. Uiteindelijk valt Elia dan uitgeput neer en zegt: mijn taak zit erop. Maar volgens God is dat niet zo. Het gaat verder met dat al even indrukwekkende hoofdstuk 19. Dan brengt God Elia naar de Horeb toe. Daar verschijnt hij zelf aan Elia in al zijn majesteit en luister. Deze hoofdstukken vormen toch wel de hoogtepunten van dit deel van het boek Koningen.
Nou, misschien herken je je wel een beetje in Elia. Hoe leidt God jouw leven? Wat is jouw taak? Het gaat soms van de grote hoogtepunten door de hele diepe dalen. Hoe houd je dat vol? Nou, dat houd je vol door het geloof te houden dat je eens God weer zult zien. En dat Hij eens zijn heerlijkheid aan jou zal openbaren. Dat jij eens, net als Elia op de Horeb, zult staan om Gods heerlijkheid te zien. Aan dat geloof, aan die hoop mogen we vasthouden. Want dat geeft ons kracht, ook als het in dit leven door de diepe dalen heen gaat. You're the light that's true.